een partij gewonnen volgens mij. Ja, klopt. We hadden een partij van Lloyd Harmsen. De jongen komt uit Amstelveen ook, die traint bij mij in de gym. En hij heeft zijn partij gewonnen. Gefeliciteerd. Dankjewel. En jullie zijn met meerdere vechters vandaag? Ja, ik heb vandaag 3 vechters op het programma staan. De eerste is nu net geweest en die andere 2 komen later in het programma. En je hebt de ene laatste partij en die andere die partij daarvoor. Zijn het ook jongens uit de regio? Ja, dat zijn jongens uit Amstelveen. Okay. Thomas Marco en Thomas Briswarden, die wonen alle 2 hier in de buurt. Dus Amstelveen heeft talent rondlopen vanavond? Amstelveen heeft heel veel talent rondlopen, absoluut. Ja. En elke keer op het gala hier van rings, er zijn veel vechters uit Amstelveen. En dat doet de promotor Milko Lambrecht heel erg goed. Het is, je hebt er een goed neusje voor. Ik hoor heel veel positieve berichten over de organisatie van Rings zelf. Dat is best bijzonder in deze tak van sport. Ja, dat is het ook. Maar ja, dat komt puur. En we kunnen Milko 100 keer noemen hoor. En hij is ook gewoon de man. En het gaat gewoon, het organiseren vooraf is het meest belangrijk. Want op het moment dat Galen er staat, kan je niks meer. Ja. Dan moet alles van tevoren goed geregeld zijn, gepland zijn. Goed afgesproken met brandweer, politie, gemeente. En dat doet hij allemaal voordat wij hier uiteindelijk gaan opbouwen. You won your first fight now in Holland? Yes, today is my first fight in Holland, yeah. Yeah. It's a very good start. Very, very nice, yes, yes. Good starting. Do you like it here in Amstelveen, this area? Yes, yes, very good. Very good gala events, very good. Okay. I'm happy to fight here.